Oh, dat... fuck. Hij gaat nou pas lopen. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Welkom bij een nieuwe video. Ik ben Cesar. Ik ben René. En we zijn vandaag in het museum. Museum. Dus we waren bij de verkeerde ingang alweer. Ik wil eens even uitzoeken waarom het museum heet. Waar dat voor staat. Ja, want dat komen we vast te weten. Nou, we gaan naar binnen. Ja? Ik ben nu al bang. Dit is niet gemaakt voor mij. Go! Oh ja, oh, valt er bijna. Ja, 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 ja. Tijger is! Tijger is! Het is lekker! Tegen de paal aan. Jezus. 26 seconden. Jezus. Het is niet eerlijk, ik moest het tegen doen. Go. Godverdomme, gewoon 3 keer zo snel als ik. 26 seconden toch? Oh ja, 26. Oh ja, gelukkig. Dat is wel een heel stuk minder dan jij. Ja, maar ik zat hiermee te kutten. Kijk. Ja, in je ogen voel je het ook inderdaad. Zo, in de oren. Wat was dat nou? Je hoort gelijk zijn melk eruit. Ging eruit in. Ja, inderdaad. Ja, dat was leuk, zeg. Dat was meegesponsord. Ja, zo. Staat een beloofd om te kijken. Okay. Met links en rechts ontwijk je. Oh, dat is lastig. Ja, gaat wel goed. Hoogste score. Zo. Dat is wat ik. Zo, ja. Oh jee. Oké. Ik probeer de contact met de papa. Oké.
ze heeft het door, hè? Ze heeft het door. Oh, je kan ook nog schieten. Ah, 450 punten. Zo, hij scoort 5, zit er maar 50.000 naast. Ik vind het netjes. Even lekker kakken. Even lekker kakken. Eén verhaal aan het andere. En tot nu toe wilde hij al wel horen hoe het weer verder gaat. Dit is al de 786e nacht. Elke nacht is weer spannend. Ga ik het redden? Ik zit nu in het verhaal van Hassan uit Basra. Ik zal het jullie hier vertellen. Basra is een stad in het zuiden van Irak. Daar woont een vrolijke, ijverige jongen, Hassan. Hassan! We zijn er weer! Aardappel en broodje! Broodje! Hassan houdt van mooie dingen en hij heeft een goed vak geleerd. Hij is juwelier. Op een dag verschijnt er in zijn winkel een klant uit Perzië. Alle landen gewoon vinden. We hebben geflikt, hè? Vergeet, hè? Als een land dat niet doet, kan het natuurlijk geen bekeuring van de politie krijgen. Maar gelukkig is er de Verenigde Naties waarbij er alle landen lid van zijn. Door bijvoorbeeld economische sancties, maar uiteindelijk ook door militair ingrijpen, kan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties maatregelen nemen tegen een land dat de internationale vrede en veiligheid bedreigt. En kijk zijn ogen uit. Precies. Je hebt 15 minuten om op je joggers te doen. Je kiest lang grote water daar, dus loop je niet op die spotnetjes. Zo kan ook. Nee, dan moet je een stukje tillen en op het trapje. Let me see. Ja, dan moet je wel een leuk vijvertje achter. Ja, maar dan zie je ons niet meer. Kijk. Nou, dat was even een quick ride. Dat was inderdaad leuk. Ja, ik vond het grappig. Ik vond het nu veel interessanter dan dat ik het vroeger vond. Ik vind het sowieso interessant. Vroeger moest ik daarheen van school. Oh, jij bent hier natuurlijk mijn school. Ja, al die dingen. Ik vind dat het gewoon verplicht moet zijn voor iedereen. Voor school dan. Dat is het ook. Volgens mij. Maar niet landelijk. Ja, landelijk. Dat weet ik niet eigenlijk. Nee, ik ben er nooit geweest. Maar nee, maar op school dan moesten we allemaal naar al die musea langs. En dan moesten we opdrachtjes maken en dat soort dingen. Het deed me een beetje denken aan National Museum of National History in Amerika. En weet je nog steeds niet waar het museum heet? Nee, maar Google is mijn beste vriend, dus ik ga het zo meteen uitzoeken. Okay. Nou, ja. Leuk dat jullie mee waren in het museum. We gaan zeker nog een keer terug, want we hebben nog lang niet alles gezien. Nee. Dus nu gaan we even wandelen. Wandelen. Lekker weer. Lekker gegeten, dat wel. Maar ja, nu is Jesse echt helemaal buiten zinnen. Ik vind het zo naar. Op mijn van been. Nee. Hij meent het echt gewoon. Niet dat we hem nu weg hebben gelegd en hem gewoon negeren, maar gelukkig is oma dan nog. Oma Elsje.
En hij heeft echt heel veel kramp. Nee. Ineens, want hij heeft er normaal niet heel veel last van. Maar deze is echt verkeerd gevallen gewoon. Maar ik heb altijd voor de bevalling zoiets gehad van... weet je, baby's huilen nou eenmaal en daar leer je wel mee omgaan en zo, blablabla. En tot op zekere hoogte is dat ook wel zo. Alleen, als hij dan dus echt niet stil te krijgen is, omdat hij dus krampjes heeft of dit is nog maar het begin natuurlijk. Kan natuurlijk straks koorts krijgen en al andere soorten dingen, maar ja, nu heeft hij dan echt krampjes. En ik kan er niet zo goed mee omgaan. Nee. Nou, ik geef je ziel helemaal bloot en jij lacht me gewoon uit. Die gewoon schat. Maar ik weet niet van, wat ik al eerder heb gezegd, niet dat ik agressief van word of zo naar hem toe, maar echt gewoon verdrietig, echt gewoon... Gewoon verschrikkelijk, gewoon zo'n naar gevoel van binnen. Ja, dus we hebben hem even een zetpilletje gegeven. We geven hem normaal gesproken eigenlijk niks. Alleen vitamine D, maar verder... probeer ik. Ik heb gecontroleerd of hij geen koorts heeft. Ja. Want anders dan onderdruk je dat, dus dat is ook niet best. Ja, dus hij heeft geen koorts. Dus we hebben hem even een zetpilletje gegeven. En hopelijk kalmeert hem dat wat. En ik heb een warmtepit. Ja, en inderdaad een pittenzakje. Ik ga hem zo nog even opleggen. Maar lijkt me een beetje stil. Ik word echt intens verdrietig van gewoon. Ja, je voelt gewoon dat hij het meent. Gewoon, je hoort het als een huiltje. Ja. Echt. Nou, en ook nog het Eurovisie Songfestival op tv. Maar daar gaan we niks van vloggen, want vorig jaar hebben we daar een heel leuke, toffe vlog van gemaakt. En als er ook maar 1 seconde op YouTube komt, dan word je ervan afgekikt en ook geluid. Dus we kunnen daar helaas niks over zeggen. We gaan hem kijken en we geven daarna onze mening of onze blijdschap over wie er wint. Nee. Nee. Ik laat het even hierbij, want wat jullie niet zien, wat ik wel zie, is dat het batterijtje knippert daar bovenin. Dus ik ga hem even aan de lader leggen en even bijkomen. Ja. Hij is nu wel echt gekomen, denk ik. Yeah. I just wanna see where you're